Hallo en welkom bij Paul's Model 2 Stuff. Zo heb je er geen. En zo heb je er twee. Nog een Pico 6400. Alleen, deze is compleet. Niks mis mee. Zit alleen geen decoder in. En ik ben benieuwd hoe dat deze eruit ziet in vergelijking met die andere die ik opgeknapt heb. Waar ik de decoder van vervangen heb vorige week. Ik weet ook zeker dat hier geen decoder in zit, want als je hem op de baan zet, hoor je hem meteen. En deze is die van vorige week. Nou, de hekjes hier zitten iets minder stevig vast. Dat is een kwestie van een keer lijmen. Deze heeft een mooie rode sticker, die mij wel bevalt. Hier gaat zelfs het hekje vanaf. Deze heeft nog de oude NS-logo erop. Dus lijkt wat dat betreft, heeft dus een oudere livery. Wat ook opvalt is, hier zit wel degelijk de cabine in. Dus je kunt hier de decoder, ik ben heel benieuwd waar die geplaatst moet gaan worden. Ik hoop dat de binnenkant iets meer ruimte biedt dan bij deze. Ik weet ook niet of deze modellen in de tussentijd vernieuwd zijn geweest. Maar we gaan eens even kijken. Dat is schroef 1 en dan zal hier schroef 2 moeten zitten. Zo. En dan komt de kap eraf. Kijk aan. Exact dezelfde printplaat. Nieuwere kleurcodering. Vergelijkbare motor zo te zien. En hier zit dus wel een kap op die er bij een binnenkant op die er bij hem uitgehaald is. Ik zal het even moeten gaan passen en meten. Hier zit een standaard plugje op, zodat hij gewoon kan rijden en zijn verlichtingen doet op een analoge baan. Even een decoder. Pin 1 staat hier keurig netjes aangegeven. Zo. En tja, die gaat hier heel moeilijk in passen. Precies hetzelfde als in het andere model. De motor hier is ook wat hoger, daar is een uitsparing voor. Zou het hier achter kunnen passen? Dus oppassen voor dit schroefgat, dat moet weer vrij blijven, want daar komt deze in. Maar qua breedte zou het wel moeten passen, ja. Dus ik denk dat het zou moeten lukken om hem hier te plaatsen. Kom paars. Nou, dit gaat even een gepuzzel worden. De decoder zit nu hier voorop. Past het precies. Dat vind ik er beter uitzien dan die cabine die daar weggehaald is bij de andere. Dus het is nu een kwestie van de boel dicht schroeven. En daarna even op het programmeerspoor zetten, inregelen. En ik ben benieuwd of ik dezelfde problemen zie met de motorregeling als bij het gerepareerde model. Ik vermoed van wel, gezien hoe identiek ze zijn.
En nee, ik zie niet dezelfde problemen. Hij rijdt eigenlijk een heel stuk beter dan de gerepareerde versie. Dus misschien dat er iets in de motor van die gerepareerde versie zit, waardoor dat hij niet helemaal wil. Ik heb ze nu allebei zo ingeregeld dat ik ze in tandem kan rijden. En daarom wil ik ook afsluiten met een rondje van allebei. Dat ze een klein stukje hun ding laten zien over de Helix en bovenop. Dus bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.